Ja, ik vond ons goed beginnen, maar de eerste keer dat zij op onze helft komen, wordt er een bal getrapt die, denk ik, een metertje of vijf naast gaat. Ja, Ingason zet zijn hoofd er tegen en je staat je 0-1 achter, terwijl je eigenlijk op dat moment volledig controleert. Oké, dan maken we snel 1-1. En op dat moment, denk ik, domineren we volledig de wedstrijd. En dan hadden we gezegd in analyse van oké, opletten met stilstaande fases. Hebben vijf doelpunten gemaakt uit stilstaande fase. En zeker Dussen. Ja, als dan net uitgerekend Dussen die bal binnenkomt, ja, dan is dat pijnlijk. En dan oké, we onder de rust proberen bij te sturen. Zij zakte natuurlijk heel ver in. En ja, dan moet je de oplossingen zoeken. Dan moet je een stukje creativiteit hebben. Dat hadden we vandaag niet. Ja, dan moet je hopen dat die bal eens goed valt. Maar oké, zoals mijn collega net zei, bij hen viel de bal vandaag wel goed. Ja, oké, dan speel je een wedstrijd. Na een schitterend resultaat in Standaar, ja, sta je terug een beetje bij af. En dat is wel pijnlijk. Ingason werd gewisseld bij de rust. Had dat te maken met dat ondoelpunt? Ik kan me vo niet voorstellen dat dat de reden was. Nee, Ingason, we wilden iets meer voetballend vermogen. Inge was iets te onrustig aan de bal. Oké, dan wil je met Branislav Ninac ja, iets meer kalmte en goede passing. Maar zoals ik al zei, op een gegeven moment zitten zij natuurlijk een heel goed blok. Ze hebben kopbalsterke mensen en dan ja, moet er iets meer creativiteit zijn. En dat was er niet. Hoe komt het ook dat de beleving die er zo was vorige week zondag nu toch een stuk minder was? Het hing minder aan elkaar, dacht ik. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de jongens er wel alles aan doen. Maar oké, supporters worden nerveus en de spelers ook. Dan zie je een Eno die heel scherp trainde deze week. Ja, dan breng je die stond te trillen op zijn benen. Ja, dat zijn zaken waar we wel ja, moeten mee rekening houden. Dat we die jongen een beetje gaan beschermen. Want normaal heeft hij wel de kwaliteiten. Maar vandaag ja, viel hij dramatisch in. En dan vind je het wel spijtig dat je achteraf hem hebt opgezet. Maar oké, dat is natuurlijk na de wedstrijd praten. En nu, woensdag al een kans om een en ander recht te zetten? Ja, sowieso woensdag en dan een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Daar ja, moeten we gewoon punten pakken. Zo simpel is het. Misschien ligt het ons iets beter dat het een ploeg is die ja, iets aanvallender voetbalt. Want vandaag ja, geef je eigenlijk geen enkele kans weg, denk ik. En je verliest hem 1-2. En dat is wel heel pijnlijk. Maar oké, dat is voetbal. En alle wedstrijden tot hiertoe zijn een dubbeltje op de kant. En vandaag valt het naar de verkeerde kant. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen van de mensen uit de zaal?